Ja, ja, voorzitter. Ik um, de, de heer Van den Burg en ook de VVD, gewoon als partij die internationaal ook uh, het belangrijk vindt dat we dingen duiden op een juiste wijze. En ik viel even over het punt dat alle nederzettingen uh, uh, waar, waar Joods leven zou zijn op de Westbank, dat hier legaal zou zijn. Kijk, als Denk dat zegt, dan laat ik dat lopen. Maar van de VVD denk ik, ja, dat is volgens mij wel heel, veel, dat is wel heel plat geslagen. Um, er zijn verschillende manieren waarop in de afgelopen decennia eh, Joden op de Westbank zijn. Er, er zijn gevallen waarin eigendom van Palestijnen waarschijnlijk eh, aantoonbaar eh, is overgenomen eh, met, eh, zonder dat daar afspraken over, over waren. U noemde het Tent of Nations, dat is zo'n geschil. Ik vind dat dus dan on, onrecht, onrechtmatig. Maar er zijn ook gevallen waarin Joden grond gekocht hebben van Palestijnen. En om dan te zeggen dat dat een nederzetting zou zijn, dat dan de facto illegaal zou zijn, ook onder internationaal recht. Uh, volgens mij is dat een oversimplificatie van de werkelijkheid. En ik zie de heer Van Balen ook naar voren komen. Nogmaals, als de heer Van Balen dat roept, dan laat ik dat lopen. Want in zijn wereld is dat allemaal... Yeah, is, Nee, wat ik probeer te zeggen is: het is wel belangrijk dat we hem dan duiden. Dus mijn vraag aan de heer Van den Burg is: um, ziet hij ook daar waar bijvoorbeeld eigendom of gekocht is van Palestijnen, of eigendom dat uh, in Area C, waar vanwege de Oslo-akkoorden, waar zowel de PA als uh, de, is, de, de Israëlische de regering tot op heden ook zeggen, in Area C, kan Israël zolang er nog geen duidelijkheid is over uh, verdere definitieve bestemming. Um, um, uh, kunnen daar beslissingen worden gemaakt? Is, er, is, is de heer Van den Burg daarmee eens dat dat niet de facto altijd illegaal is? Wacht even. Deze interruptie duurde twee minuten zes in plaats van 45 seconden. Die reken ik weer als twee interrupties. Dan wil de heer Van Baarle een persoonlijk feit maken? Ja, voorzitter. Kijk, de heer Ceder mag van denken en van mij persoonlijk als politicus vinden wat hij wil. Ik heb nooit gezegd dat het Joods leven wat de heer Ceder mij in de schoenen werpt. Illegaal zou zijn. Ik vind dat de heer Seder mij daarmee doordat hij uitduwt in een hoek waar ik niet hoor. En ik, ik werp okay. dat echt, echt is, ver is van me. Is ik recht, vind dat is echt rechtgezet. een walgelijke uiting. Mag ik daar even op reageren? Heel voorzitter? kort. Ja, voorzitter. Het ging om uh, de statement dat, dat nee, de daarmee dus alle zonder nu, 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 nuancering illegaal zijn. Ik wil de heer Van Balen zou ik niet in de schoenen willen schuiven. Rechtgezet. Dat al het Joods leven uh, dat hij dat niet. Uh, acceptabel zal vinden. De heer Van den Burg heeft tijd gehad om na te denken voor het antwoord. Ja, voorzitter. En ik ga wel even door op het woord Joods. Want daar moet u bij wegblijven. Niet u uit, voor de, voorzitter, maar dan moet de heer Sede bij wegblijven. Het gaat om Israëli's. Want juist als je kiest voor het woord Joods, dan voed je daarmee ook de discussie over dat Joden iets doen. Nee, Israëli doen iets. Die kunnen toevallig ook Joods zijn, maar het zijn Israëli. En anders dan wordt ook de link meteen gelegd met Joden hier in Nederland of waar ook ter wereld. En dat onderscheid moet je nadrukkelijk maken. Um, de Westbank wordt door sommigen ook wel bezet gebied ge genoemd, na 67. Als het gaat om streven naar een, uh, uh, een Tweestatensysteem, waar volgens mij twee partijen na, dertien partijen in deze Kamer voor zijn. Alleen de PVV is tegen een Tweestaten systeem, want kiest voor de Staat Israël. En Denk is tegen een Tweestaten systeem, want kiest alleen voor de Palestijnse Staat.